Wie is het uitgehongerde hondje hier? Ben jij dat? Wie is hier zielig? Jij, want wat heb ik gedaan? Jezelf was ik weer. Net een hele uitgebreide video opgenomen over de badkamer. Zo, we zijn weer thuis. En wat hadden ze dat leuk gedaan. Ondanks dat het maar voor een heel klein groepje was. Want dit was dus zeg maar een soort... Goedemorgen. Heb ik nou alles mee? Welkom op de laatste dag van september. En ondanks dat het maar 15 graden wordt, heb ik gewoon korte mouwen aangedaan. Ik vind dat prima kan. Ik heb wel lekker even gedoucht. Lekker fris weer. Haren even gewassen, want vanmiddag is natuurlijk de diplomering van Emily. En dan wil ik ook dat ik er ook netjes uitzie. Doe ik ook niet dit shirtje aan, uiteraard. Maar voor nu kan het wel even, want ik ga eerst even met mijn spring in het veldje wandelen. Die was al naar beneden gelopen, want die wil heel graag uit. En daarna ga ik lekker boodschapjes doen, een beetje rommelen in huis. En dan in de loop van de dag gaan we weg. Dat ga ik niet filmen, dat snap je, want Emily wil zelf niet in beeld. Dus dat gaan we ook niet doen. En ik wil ook nog een huishoudvideo opnemen. Liefst twee. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Ik hoop in elk geval eentje. En anders moet ik zondag hard aan de bak. Want zaterdag gaan we heerlijk een dagje naar Emmeloord toe. Naar mijn moeder. En mijn Rijn is daar ook. Dus daar heb ik zin in. Wie is het uitgehongerde hondje hier? Ben jij dat? Oh, jij. En wat moet je doen? Goed zo. Wachten. En wat moeten we dan zeggen? Eet smakelijk. Zo. Tijd om eventjes naar de... Weet het te gaan. Supermarkt. Gisteren kwam er een pakketje met markers. Maar ze zijn niet degene die ik eigenlijk zoek. Dit is de Grip en ik zoek de Flex. Dus ik ga nog even nieuw bestellen. Die zijn heel erg fijn namelijk voor het borduren. Maar goed, bestel ik gewoon weer nieuw. Deze gebruik ik wel weer op school. Gaan jullie even een nieuwe accu erin stoppen. En dan ga ik even gauw de Jumbo onveilig maken. Ik hoef niet superveel, maar gewoon de wekelijkse boodschapjes even regelen. Dus ik ben even onderweg. Ik was even bij de Vibra in Heerdegewaard. En daar zag ik een hele leuke jas hangen. Alleen al is het nu maar in maat 40, daar pas ik niet in. Maar ze hebben even gebeld. Dus ik ben nu in broek en veiling. Daar hebben ze hem wel. Zo was ik weer. Net een hele uitgebreide video opgenomen over de badkamer. Voor mij geldt bijvoorbeeld dat dat heel erg in de weg gaat staan als ik het af wil nemen. Nou kan ik het allemaal eruit halen en uit de badkamer halen. Ik kies ervoor om het eventjes in de wastafel te leggen. Die haal ik wel wat helemaal leeg. En dat geldt ook voor de wastafel op zich waar de tandenborstels op staan. En dit. Die eraf. En dan zie ik je denken, Suus, heb je de muur rondom de wc niet gedaan? Jawel, maar die heb ik met de dweil net al even gedaan. En dat kreeg ik niet goed gefilmd, want ik had ruzie met de dweilstok. Want die wil niet meer in elkaar. Die is een beetje oud. Ja, en dan komt de ramentrekker en het doekje weer in beeld. Gewoon het raam droog trekken. Omdat ik verder de muur alleen af ga nemen vandaag en niet ga insprayen met deze schimmel- en aanslagreiniger. Dat doe ik echt één keer in de drie maanden of zo. Waar ik hem normaal in, een krap half uurtje doe. Ben ik nu toch echt wel heel lang bezig geweest. Ik denk wel bijna een uur. Maar het staat er allemaal op. Dus die video kan ik gaan editen. En dan hebben jullie weer een nieuwe video. Ik ben nu even onderweg naar de used products. Daar kijk ik af en toe eens even een rondje. En daarna gaan we door naar Amsterdam om het diploma op te halen van Emily. En dat film ik niet zoals jullie weten. Maar het is wel heel spannend en heel leuk natuurlijk. Zo, we zijn weer thuis. En wat hadden ze dat leuk gedaan. Ondanks dat het maar voor een heel klein groepje was. Want dit was dus zeg maar een soort herexamen. En, maar echt gewoon met alles erop en eraan. Hoe leuk. Dat was echt gewoon, ja, echt de moeite waard. Dus met een goed gevoel daar afgesloten. En op de terugweg mocht Emily kiezen wat we gingen eten natuurlijk. 3 keer rijden.
De grote gele M wilden ze graag. Dus daar zijn we geweest. En toen had ik naar huis gereden. In de file. Het is nu 7:10. En we zijn net terug. En het begon om 4:00. Dus kun je nagaan. Het was echt gewoon een uur. Maar ik moet even iets doen. Want iemand zit zijn behoefte te doen. Tijd om boven aan het werk te gaan. Het is nu 7:15 ongeveer. Bijna 7:30. Dat is nog een uurtje. Om één video te editen. En om wat video's online te zetten. Ik loop een beetje achter de feiten aan op het moment. Komt omdat ik zoveel avonden weg ben geweest. Normaal gesproken heb ik een vast ritme. En dan doe ik elke avond iets. Nou ja. Dat is de afgelopen weken gewoon niet gelukt. Dus er liggen hier allemaal schuifjes wat op staat waar ik wat mee moet. Dus daar ga ik nu gewoon mee beginnen. Dat lijkt mij de allerhandigste. Maar eerst even een video's uploaden. Dit is morgen. Dit is zondag. Dit is maandag. Die kan ik al uploaden. En dan moet ik even kijken. Bullet Journal 34. Welke is dat? Hebben we die? Oh, die heb ik al geëdit. Maar die hebben jullie denk ik nog niet gezien. Dat is fijn, dat scheelt weer. Dan heb ik zondag heerlijke tijd om te bullet journalen. Dat is fijn. En huishouden met Suus 5, dat is de keuken. Oké, die is ook al klaar. Oh jongens, ik kan gewoon veel meer uploaden. Ik kan al tot en met dit. Ik ben blij. Ik ga heel hard aan de slag. Scheelt. Ik dacht dat het nog heel veel moest, maar het valt eigenlijk mee. Wie is hier zielig? Jij, ja, want wat heb ik gedaan? Ja, ze zitten weer in je nek, hè? De vlooiendruppels. En dan krijg je ook nog halverwege deze maand een wormenpil. Het is drama maand. Ja, ga maar lekker slapen. Nee? Ja, ga maar lekker liggen, vrienden. Nee? Ja. Ja, we kunnen je nu even niet knuffelen. We moeten eerst even opdrogen. Ja. Daar ligt iemand. Die is het niet met de gang van zaken eens. Naast de druppels in zijn nek mocht hij ook niet op bed. Daar vindt hij iets van. Hij wil heel graag namelijk elke avond op bed liggen. Maar dat mag niet. Mag alleen als ik mijn bed ga verschonen. Mag je even knuffelen 's morgens, maar... Hij heeft, ik denk ongeveer een kwartier lang bij mijn bed staan springen van joehoe, ik wil erin, pak me op. Nee. Je bent je nu een wandelende vlooienband, maar nee, je mag lekker in je eigen mandje liggen. Slaap lekker, Havi, tot morgen. Ja, en ik zit de video te editen en ik snap nu ook waarom hij zo graag bij me wil liggen. Hij werd ook niet lekker. 'S Nachts was hij al niet lekker en overdag heeft hij nog lopen spugen. Het is nu een dag later, want ik edit altijd tegen mij de volgende dag. Dus ja, het was logisch. Hij wil nu ook echt alleen maar bij mij liggen. Nou, dat is prima, maar niet in bed. Dat wil ik gewoon niet. In elk geval was het gewoon weer een hele drukke, hectische dag. Met nog een interview tussendoor voor de krant. Daar komt ook nog een foto van. Dus nou, kortom, er gaan weer een hele hoop dingen gebeuren. Ik ben natuurlijk, als jullie deze video zien, is het donderdag. Dan ben ik de maandag daarna jarig. Dus dat vieren we al wat eerder. Dus dat ben ik ook alweer mee bezig. Want gedoe, zeg maar allemaal. Dus er is weer gebeurt weer een hele hoop in elk geval. Even een accu pakken, dat heb ik nog nodig. In elk geval wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet om te abonneren. Dat kan hier beneden. Dus ik zie je heel graag morgen terug in de Splinter nieuwe video. Hele fijne dag. Als je deze video's morgen hebt gekeken en kijk jij nou 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen in weer een nieuwe video. Bye.